Pokémon kindertjes, welkom bij de tweede aflevering van Pokémon Zilver. Ik heb op advies van mezelf eigenlijk het geluid wat zachter gezet. Ik ga het trouwens nog een heel klein beetje zacht zetten, Ik vond het een beetje hard staan namelijk. En dat is ook niet handig hè, voor onze speelervaring. We gaan weer verder met de tweede aflevering van Pokémon Zilver. In deze aflevering gaan we Pokémon Zilver spelen, want Pokémon Zilver is het spel dat we vandaag gaan spelen. En daar is een nieuwe Pikki en waarschijnlijk gaan we level 7 worden. Ik dacht, check je mee. Ik heb te veel bier op en dat is niet zo mooi. Maar ik ben een Pokémon meester, yo. En dan maakt het allemaal niet uit voor bier over. Ook al heb je 20.000 liter nog. Het is allemaal goed. Het is wel warm hier, man. Warm. Het is warm. Zal me eigenlijk al mijn kleren uitdoen. En dan heb je de gemiddelde Pokémon video van Ricky met facecam. Vijandelijke Pidgey View Flow. Sperman kreeg 15 ervaringspunten. Oeh, geen level up. Dat is jammer. Dat is jammer, Sperman. Gewoon doorgaan met geloven. Ik kan met die man daar praten, maar hij heeft toch geen flikker te bieden. Dus ik loop denk ik gewoon verder. We hebben nog steeds niet ons eerste Pokémon gevecht gehad. En dat is wel jammer natuurlijk. Oeh, een oude meneer. Die gaat waarschijnlijk leren Pokémon vangen, of niet soms? Je bent een beginnende trainer, of niet soms? Ik kan het zien. Dat is oké. Iedereen is een beginner. Op een bepaald punt, dat is waar. Als je zou willen, kan ik je leren. Kan ik je een paar dingen leren. Ja. Oké, dan volg mij. Dan gaat hij mij natuurlijk leren Pokémon vangen, denk ik. Dit is een Pokémon Center. Ze helen jouw Pokémon in geen tijd. Je bent er, je gaat heel erg op ze. Rely. Kut. Kut. Soms is op Engelse woorden komen het best wel moeilijk als je bier op hebt. Dit is een Pokémon winkel. Ze verkopen ballen. Yeah. Voor het vangen van wilde Pokémon. En andere handige voorwerpen. Route 30 is deze kant op. Trainers zullen vechten met... zullen met hun geprezen Pokémon hier vechten. Oké, cool. Hier is water. Nou, oké. Dit is de zee, zoals je kan zien. As you can see, snap je hem? Sommige Pokémon vind je alleen in het water. Oké, dankjewel voor de tip. Kijk, een dikke man daar. Is gewoon gestrand, hij kan natuurlijk niet zwemmen. Dikke mensen drijven wel sneller trouwens, dat is wel handig. Was dat hem? Oké. Hier. Dit is mijn huis. Bedankt voor je gezelschap. Laat me je een klein cadeautje geven. Rukker kreeg Mapcard. Die Rukker toch. Pokégear becomes more useful as you add cards. Ik wens je veel geluk op je reis. Dankjewel. Oké, laten we gewoon even gauw naar Pokémon Center gaan. Misschien kan ik ballen kopen, want dat zou wel fijn zijn. Dan kan ik natuurlijk mijn team gaan uitbreiden. Goedendag. Hallo, welkom bij het Pokémon Center. We kunnen je Pokémon helen naar een perfecte... gezondheid. Zal ik je Pokémon hier... Oké. Mag ik je Pokémon zien? Nee. Ik hou mijn Piemel graag in mijn broek. Dank je voor het wachten. Jouw Pokémon zijn helemaal geheeld. We hopen je zo snel mogelijk opnieuw te zien. En we hopen dat al je Pokémon je botten breken en in coma raken. Deze man is wel een coole meneer. Zo te zien. Die computer is gratis voor iedere trainer om te gebruiken. Dankjewel, Notch. Hij lijkt wel echt op Notch, behalve blauwe haar. Ik kan nog steeds niet rennen, dat is wel irritant. Misschien heb ik nu al mijn running shoes gemist. Dat zou flink bagger zijn. Oké, we gaan tenminste gewoon lekker verder op ons avontuur. Er was hier iemand te doen. Route 30. Violet City, Cherry Grove City. Ja, we moeten naar Cherry Grove City, dus dat is helemaal goed. Wat is hier binnen te doen? Hello there. Ken je je weet, Pokémon's eten bessen. Nou, mijn Pokémon werd een gezonder door het eten van een bes. Hier. Ik zal er één met je delen. Rukker kreeg best. Woo! Dit gaat echt... het gaat allemaal soepeltjes en ingeolied, mensen. Rukker kreeg namelijk een best. Stopte de best in de zakje. Check trees for berries. They just drop right off. Oké, is cool, man. Ze vallen er gewoon vanaf. Hier staat trouwens een tree for berries. Eens even pakken. Het is een fruitdragende boom. Hey, het is een best. Kreeg best. Oh god, de prachtige vertalingen van Rick maken alles beter. Zelfs kindersterfte. Zelfs dat. Oh nee! Daar gaan we weer. Wilde Pidgey verscheen. Oh nee. Ga, Sperman. Pak hem met je tackle en uit je scratch, je schram. Pak hem met je schramaanval. Vijandelijke Pidgey gebruikt de tackle. Oké, dat had niet zo heel veel zin, vijandelijke Pidgey. Weet je, voordat je rare dromen gaat hebben, dat je me kan ownen en shit. Haat de bitch. Een vijand verslagen Pidgey-ding. Sperman kreeg 15 ervaringspunten. Yay! Sperman groeide naar level 7. Goed gedaan, Sperman. Ik ben zo trots.
Sperman leerde woede. Woede is een chille aanval aangezien hij iedere beurt meer hit. Dus als je een moeilijke fight hebt zoals in Geo doet, kan Rage handig zijn. Zijn dit trainer battles? Nee. Oh my fucking god, wat gebeurt hier? Ga, Rattata! Doe je tackle aanval! Wat? Is dit een... Dit is een groot gevecht. Laat me met rust. Oh, nou oké. Okay. Dat is een intens gevecht tussen twee Rattata's blijkbaar. Daar gaan we ook niet heen. Mijn balzak gaat daarheen. Ah, moet hier zeker heen of niet? Meneer Pokémon's huis is recht die kant op. Nou oké, dan gaan we even lekker naar meneer Pokémon. Waar bent u dan, meneer Pokémon? Oh mijn god! Dam, 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 dam. Het is een Pidgey. Oeh, ik maak echt veel handgebaren trouwens. Ah, dat is wel nice, wel nice. Doneer nu allemaal een euro, zodat ik meer bier kan kopen. Ik weet niet, ben ik grappiger nu? Of ben ik minder grappig? Moet ik gewoon stoppen met alcohol? Beide misschien. Misschien beide. Het is wel lekker bier. 85 cent bij de Action sponsor. Is het lekker. Yeah. Oké, okay, en weer een gevecht gewonnen van de gemene Pidgey. Zo, we gaan weer verder naar het huis van meneer Pokémon. Hallo meneer Pokémon. Oh, een besjesboom even plukken. Dat is een fruitdragende boom. Hé, het is de PSN. Currenberry. Natuurlijk kreeg de PSN Currenberry. Goedgekeurd door Sony, maar überhaupt. Rucker stopte de PSN Currenberry in de voorwerpenzak. Oké, okay, dan gaan we even naar het huis van meneer Pokémon, denk ik. Meneer Pokémon's huis, oké. Okay. Goedemiddag, ik ben Gaston van de Postcode Loterij. Hallo, hallo, jij moet Rucker zijn. Professor Elm zei dat je langs zou komen. Dit is wat ik wil dat professor Elm gaat bekijken. Rucker kreeg mysterieus ei. Hij heeft het ei zelf bevrucht met zijn eigen zaad. Rucker stopt het mysterieuze ei in de belangrijke itemzak. Ik ken een stijl die een Pokémon dagverblijf runnen. Ze gaven mij het ei. Ik was verbaasd en ik stuurde een mail naar professor Elm. Voor Pokémon evolutie, professor Elm is dé autoriteit. Zelfs professor ook herkent dat. In mijn assumption, het is een dat je ergens van uitgaat. Nou, dat in ieder geval is als mijn veronderstelling correct is, zal professor Elm het kennen. Oké, okay, wie is dat? Ook, aha, dus jij bent Rucker. Oh, dat is professor ook, oké. Okay. Ik ben ook een Pokémon onderzoeker. Ik was zojuist eventjes langs gegaan bij mijn oude vriend, meneer Pokémon. Ik hoorde dat je een klusje aan het doen was. Voor professor Elm, dus ik wachtte hier. Oh, wat is dit? Een zeldzame Pokémon? Laat eens kijken. Ik zie het. Ik begrijp waarom professor Elm jou een Pokémon voor dit klusje gaf. De onderzoekers houden van professor Elm en ik, Pokémon, zijn jouw vrienden. Hij zag dat jij jouw Pokémon goed zou behandelen met liefde en zorg. Ah, je ziet er iets uit. Hoe zou je het vinden om te helpen? Zie je dit? Dit is de laatste versie van de Pokédex. Het is het neemt automatisch data op van Pokémon die je gezien hebt of gevangen. Het is een high-tech encyclopedie. Rucker kreeg Pokédex. Poepoe. Ga vele soorten Pokémon ontmoeten en compleet de Pokédex. Maar ik heb gebleven voor te lang. Ik moet gaan naar de Gouden Hengel voor mijn gebruikelijke radioshow. Rucker, ik reken op je. Je gaat terug naar professor Elm? Hier, je Pokémon zouden wat rust moeten nemen. Dankjewel, professor Elm. Professor Pokémon, sorry. Ik reken op je. Oké, dan gaan we dus heel snel erheen. Dat is geen probleem. Oh god, wie komt er naar me toe? Professor Elm heeft een sms'je gestuurd. Hallo Rucker. Het is een catastrofe. Het is gewoon verschrikkelijk. Wat moet ik doen? Oh nee. Please, kom zo snel mogelijk terug. Klik. Oh god. De foto's van zijn piemel staan op internet. Ik kom eraan, professor Elm. Ik kom eraan. Ik zit weer in de bosjes. Wil de Pidgey verschijnen?
Ga, Sperman. Bam. Doe je kras aan. Oh, hij is wel level 4, dus misschien kan ik nog een beetje ervaring opdoen. En dan bedoel ik geen seksuele ervaring. Nou ja, weet je. Als nou Ditto was. Ditto is echt de hoer van de Pokémon. Iedere Pokémon-serie moet ik dat wel één keer opnoemen. Dat Ditto gewoon een vieze, vuile hoer is. Maar ja, dat wisten jullie zelf ook wel. Sperman kreeg 31 ervaringspunten. Woe, bijna level 8. Bijna level 8. Ik moet wel toegeven, van de drie begin-Pokémon is de derde air-evaluatie van Cyndaquil sowieso het vetste. Ik weet niet precies hoe die heet. De tweede heet Quilava, geloof ik. En de derde heet... Ik weet niet meer precies hoe de derde heet, maar die is wel awesome in ieder geval. Goed genoeg, we zijn nu weer in het dorpje zeker. Ja, gaat goed. Zo gaat die goed, zo gaat die beter. Weer een kilometer van mijn schoenen afgescheiden naar mijn moeder, maar die weer, dan is jij geen patat. Wie heeft mij nou weer gevonden? Puntje, puntje, puntje. Je kreeg een Pokémon bij het lab. Wat een verspilling. Een sukkel zoals jij. Puntje, puntje, puntje. Begrijp je niet wat ik zeg? Nou, ik ook heb een goede Pokémon gekregen. Ik zal je laten zien wat ik bedoel. Oh my fucking Pokémon Battle God. Vieze vuile roodhagen, hoe wil met je vechten? Vieze vuile roodhagen, hoe stuur je in het veld? Chikorita! Go Chikorita! Dat is van die reclame, weet je wel? Van, oh nee, niet met Chikorita! Dat is nog van Pokémon Soul Silver, dat was weer een paar jaar geleden. Dat is een jochie op de bank en, oh nee, niet met Chikorita! Dat was zo leuk. Ik wou die jongen zijn en dan gewoon duizenden euro's krijgen om alleen te zeggen, oh nee, niet met Chikorita! Dat is pas leven, jongens. Je wil niet weten hoeveel die mensen die reclames verdienen. Niet normaal hoor. Oh, even zo'n reclamespotje inspreken. Die mensen van Oxy Action. Weet je waarom die zo blij zijn? Niet omdat dat wasmiddel zo goed is. Omdat ze gewoon fucking 5000 euro krijgen voor een paar zinnen tekst. Daarom zijn ze zo blij. Ik ben dan maar de reclameindustrie in, denk ik. Ik ben even over mijn leven aan het filosoferen om 7 over 12. Op een donderdagavond. Dat doe ik momenteel. Gewoon even filosoferen over het leven. Weet je, dat moet kunnen. Veldige Chikorita gebruikt tackle. Weet niet wat ik hier moet vinden hoor jongens. Gebruik ook je tackle, Sperman. Goed zo, heb ik al gewonnen? Nee, het schiet niet echt op. Ik had beter rage kunnen doen. Chikorita gebruikt de tackle. Chikorita is level 5. Ik zou makkelijk moeten kunnen winnen. Gebruik je krasaanval. Oh, nog één keertje. Nog één keertje, jongen. Je hebt bijna gewonnen, Sperman. Je kan het. Je kan het. Oh, kom op. Sorry, van al het geboer. Er zitten nogal boeren in mij. En die moeten dan via mijn mond eruit. Sperman kreeg 67 ervaringspunten. Poeh. Sperman groeide naar level 8. Woehoe. Vieze vuile roodhaag slap was verslagen. Ben je blij dat je gewonnen hebt? Brugge kreeg 300 voor het winnen. Puntje, puntje, puntje. Mijn naam is vieze vuile roodhaag Rukker. Oh wat, vieze vuile roodhaag slap. Ik ga als werelds grootste Pokémon... trainer worden. Je hebt je eerste gevecht tegen mij was verloren, dus dat zegt veel goed. Ik heb in principe een doorspoelknop, moet je zien. Oeps. Kijk, dit is de doorspoelknop. Zou je dat? Dat is handig, hè? Dat gebruik ik vooral als ik offscreen ga trainen. Zeg maar, stel ik verlies een keer in een aflevering van een gym. En daarna nog een keer en daarna nog een keer en ik ben kut. En dan doe ik gewoon dit. Zie je dat? Ik kan het zo doen. Hé, hey, dat liet ik alleen even zien. Ik ga het nu niet gebruiken, maar dat is tenminste omdat ik op een emulator speel. Ik zat nog even de link van de emulator in de beschrijving zetten. Ik heb ooit een tutorial gemaakt van hoe precies deze emulator werkt met opslaan, spelen en dat soort shit. Dus zal ik ook een linkje van in de beschrijving doen. Tussen de drie Pokémon serie linkjes, ook de emulator link. Oftewel, hoe kun je Pokémon spelen op je computer? En ja, hopelijk gaan jullie dan ook Pokémon series doen, dat zou niet mis zijn. Ik hoorde een Pokémon, dat er hier een Pokémon gestolen was. Oh, heeft het meisje gedaan. Sst, niet zeggen. Ik was gewoon wat informatie aan het krijgen van professor Elm. Maar blijkbaar was het een jonge man met lang rood haar. Wat? Je hebt een trainer zoals dat gevochten? Heb je misschien zijn naam gehoord? Oh shit. Zal ik kutje doen? Kut Yen. Als in Jennifer. Zoals mijn moeder heet Jennifer. Wacht, dat is niet aardig. Ach, maakt niet uit. Kut Yen. Zo, Kutchen was his name. Bedankt voor de hulp in mijn onderzoek. Best wel raar. Dus heeft de naam niet gezegd. Oh, ik ga de naam verzinnen. Lol, ik heb het hele onderzoek verpest. Goedendag. Elm Rukker, dit is verschrikkelijk. Oh ja, wat professor... meneer Pokémon's grote ontdekking. Rukker gaf het mysterieuze ei aan professor Elm. Dit? Maar, dit is een Pokémon-ei. Als het is dat ik denk... Als dit is... Is het een grote ontdekking? Wat?
waarbij ze ook gaf jou een Pokédex. Rukke, is dat waar? Dat is fantastisch! Hij is supergoed in het zien van potentiaal in mensen, zoals trainers. Of mensen als trainers. Wauw, Rukke, jij moet echt wat hebben. Je moet echt hebben wat je nodig hebt om een kampioen te zijn. Je ziet eruit dat je goed omgaat, dat het goed gaat met je tussen jou en je Pokémon. Je zou naar de Pokémon Gym moeten gaan en de uitdaging aannemen en shit. De dichtstbijzijnde Pokémon Gym zou die zijn van Violet City. Rukker, de weg naar de kampioenschap zal een lange zijn. Voordat je weggaat, maak zeker dat je met je moeder praat. Oké, dan krijg je daar de Pokédex. En dan bedank ik jullie nu voor het kijken op de schoenen bedoel ik, sorry. Bedankt voor kijken voor deze aflevering. Vergeet even niet te luisteren om de volgende aflevering van Pokémon Silver. Hopelijk vinden jullie het leuk, want ik heb heel veel plezier in dit spel. Oh ja! Bedankt voor kijken voor deze aflevering. Vergeet even niet te luisteren om de volgende aflevering. Doei!